Ik denk dat wij als school wel goed zijn in het bedenken van actieve dagen. Waarbij leerlingen dan ook, ik denk dat het in het beroepsveld waar ze later terechtkomen steeds belangrijker wordt om ook vaardigheden te hebben. Dus dat je goed Engels kan, dat je veel kennis hebt is mooi. Maar dat je ook kan video bewerken of journalistiek kan schrijven of informatie ergens goed vandaan kan halen. Ik denk dat dat veel belangrijker is voor deze generatie dan 40 jaar geleden bijvoorbeeld. Ja, vandaag hebben ze vooral geoefend met een journalistiek thema. Dat is een wetenschapsvaardigheid die wij als school extra uitlichten. Waarbij ze geleerd hebben om goede vragen te stellen. Waarbij ze geleerd hebben om journalistiek te schrijven. Dus uiteindelijk een krantenartikel te schrijven. En waarbij ze eigenlijk de basis van journalistieke vaardigheden als VWO2-leerlingen aanleren. Het middagprogramma. We hebben nu drie veteranen van het Veteraneninstituut op school. Waarbij leerlingen een dilemma-workshop krijgen. De dilemma's waar de veteranen tegen aangelopen zijn. Daar worden zij mee geconfronteerd tijdens die workshop. En na de tijd mogen ze een krantenbericht, een persbericht daarvan schrijven. Foto's maken en een reportage maken. Wat dan op jullie site mag komen. En was u bang toen in de nacht als u daar was? Op missie bedoel je, neem ik aan. Ja, uiteraard ben je wel eens bang. Er zijn altijd momenten dat jij bang bent en dat is ook niet ongezond. Dat is heel gezond hoor. Hoe heeft u ernstige situaties ervaren? We hebben verschillende situaties meegemaakt. En de ervaring is om als jij terug bent op je kamp erover te praten. En hoe gaat u om met de doden? Hoe ga je om met de doden? Dat is een hele lastige vraag. Ja, eigenlijk, op dat moment ben je aan het werk en dan heb je daar eigenlijk helemaal geen besef van. Wat vond uw familie ervan dat u wegging? In mijn tijd was er natuurlijk nog geen social media. Hè, we hadden geen mobiele telefoons, dus dat was best wel heftig. Hun moesten alles lezen van een brief die je schrijft of van een RTL4 nieuws wat daar het verslag deed. Bent u zelf een vriend kwijtgeraakt tijdens de oorlog? We hebben een Franse collega die is omgekomen in Bosnië. Ja, niet echt een directe vriend, maar wel een bekende waar wij veel mee omgingen op een vliegveld. Ja. Hoe vond je deze dag? Ik vond het wel een leuke dag, ook wel vooral informatief. We kregen veel informatie over de veteranen. En het was ook heel, het was wel een lang, maar ook wel vooral leuk. En heb je zelf al enig idee wat je wil gaan doen? Alles behalve denk ik militair worden. Dus dat is wel duidelijk geworden voor jou? Oké. Okay. Lijkt me vooral, want hij had ook verteld over een paar kinderen die om waren gekomen. Dat lijkt me ook niet al te fijn om te zien. Zeker weten. Maar wat je zelf wil gaan doen, dat weet je al een beetje? Ik denk architect, maar... Zeker weten doe je nog niet? Nee, dat denk ik niet.